Leuk dat je hier kijkt naar de korte weekhoroscoop van de Mandala. Deze week voor week nummer 10. En deze is van maandag 5 maart tot en met zondag 11 maart. De kaarten die ik getrokken heb voor de weekhoroscoop voor de schorpioen is de 8 van bekers, de gerechtvaardigheid en de koningin van bekers. Ik zou zeggen dat het begint met een beetje weemoedig terugkijken naar het verleden. Ik heb het gevoel dat je daarin best wel een beslissing hebt genomen en van de een op de andere dag gedacht, nou, ik ga het helemaal anders doen. Die keuze heb je gemaakt, je bent ervan weggelopen, je bent gewoon doorgegaan. En nu heb je zoiets van, misschien had ik het toch wel anders moeten doen, kan ik het meer met liefde oppakken? Of moet ik misschien toch wel weer eens dat contact gaan zoeken? En dat kan zijn dat je dit een stukje intuïtie doet, dat kan zijn dat je jezelf een stukje vergeet. Maar het heeft in ieder geval te maken met iets waar je zomaar van weggelopen bent en waar je nu eigenlijk op een andere manier over na gaat denken. Ik heb vooral het gevoel dat je dit doet met veel liefde voor jezelf en dat je ook eigenlijk een stukje vergeving daarbij voor jezelf hebt. Al met al is het dus best een hele mooie week waarin je een stuk vergiffenis geeft voor jezelf naar je verleden toe en waardoor je eigenlijk weer stapjes verder kan zetten. Nou, ik ben heel benieuwd wat je ervan gevonden hebt. Dit was namelijk alweer de korte weekhoroscoop. En ik hoor natuurlijk graag van je wat je ervan gevonden hebt. Zo niet, zie ik je volgende week weer terug.